En nu gaan we lekker... Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag volgens mij zaterdag of zondag. En als jullie je vervelen thuis en als jullie moeder nog in bed ligt, heb ik een heel goed idee voor jullie. Dat ga ik jullie nu laten zien. Maak een zelfgemaakt ontbijtje. Ik heb zelf thee gezet. Zelf lekker een pakje banaan voor mijn moeder gemaakt. Zelf lekker wat crackers voor mijn moeder. Nou, is dat deze niet knap? Sorry dat ik zo dichtbij sta, want ik had hem heel verlengd. Wat ik moet gaan doen. Ik moet de kat voor wat brokjes geven. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb zo lief om buiten bed gekregen. Echt te schattig. En ben verder even bezig geweest met Mimo. Die voelt zich weer niet al te goed. Die wil weer niet eten en dan krijgt ze dus ook de medicatie niet binnen. We weten wat er mis met haar is en daar heeft ze de medicatie voor. Maar ja, soms ja, is een lichaampje ook gewoon op. Dus ze heeft wel iets gedronken net en echt één stukje nat voor gegeten. Maar... Je voelt je niet zo lekker, hè? Ja, je bent ook al een oude poes, hè? Wat denkt iedereen dat je een jonkie bent? En je pluisjes op je vacht. En dat zie je op de camera heel erg. En je grijze haartjes. En lijken ook allemaal een beetje pap bent. Ah, je bent wel lief, hè? Zij was trouwens al aan het buiten spelen met Mila. Mila op de skates, zij op de fiets. En ze hebben een nieuw vriendinnetje in de straat gemaakt. Die zijn ze aan het kijken of ze die kunnen ophalen. Dus wel leuk, ook een meisje van hun leeftijd, die zit tussen ze in. Sarah Mila Schela op een paar dagen na, anderhalf jaar, ik zeg het wel goed. Dus, en dat meisje zit er dan weer tussenin. Leuk meisje ook. En ik ga nu een banaan eten. Net de zolder even helemaal gestofzuigd, want daar ga ik natuurlijk daar de barbiespullen van Sarah brengen. Dan ga ik dat huis en zo dus ook gewoon neerzetten. Alleen... Ik zit te denken, ik wil eigenlijk iets van een kist of box waar ik alle andere dingen in kan doen. Zodat het niet allemaal gaat zwerven daar. Maar ik heb er volgens mij niks voor. En ik heb echt geen zin om ervoor naar de winkel te moeten. Dus ik moet echt even heel hard nadenken waar ik iets vandaan kan toveren. Ik ga nu even noedels maken als lunch. Echt niet goed, I know. Maar ik wil iets van een kist of zo, of een bak. Maar ik heb gewoon niks wat... niet in gebruik is. Ik moet de kist dan uit gaan zoeken. En dan blijft soms sommig speelgoed nog hier. Want ik wil niet alles gelijk naar boven. Ik wil deze schot dan wel naar boven. Ik heb net op Sarah's kamer, die heeft van die rolkrat onder de bed, heb ik deze leeggehaald. Daar staat de handkloppen in. En ik heb de poppenkast ook op de kamer gelegd. Op zolder gelegd. Die handpoppen ga ik dan in een boodschappenkast dan maar doen voor nu. En ik ga nu dus in de kist uitzoeken wat daar allemaal aan Barbie-spullen zit. Want alles zit door elkaar hier. Dan ga ik dat in ieder geval hier invullen. En dan kan dat lekker naar zolder. En dan hebben we daar ook weer een beetje een normale woonkamer. Want het overheerst echt het speelgoed. En dat irriteert me dus nogal. Hopen dat het hier allemaal in past. Maar dat gaan we gewoon zelf zien. Er zit van alles door elkaar, want nu zitten we LOL hier tussen. Dus ik ga deze even helemaal volgooien. Ik ga deze kist gewoon even helemaal leeggooien. Thank you.
Oké, echt een mega stuk al uitgezocht. Maar mijn noedels zijn klaar, dus ik ga even eten. En dan ga ik even de kist goed uitzuigen. En ik had ook al van de LOL allemaal in een tasje, alles wat ik tegenkwam gedaan. En dan ga ik, ja, ik weet niet, misschien dat ik een tas in de kist doe met alle poppenspullen. En dat ik dan zeg maar 3 boodschaptassen erin doe. Zodat je een soort vakken krijgt ofzo. Want ik weet anders niet hoe je vakken moet maken. Maar goed, eerst even eten, want ik heb zo'n honger nu. Het is me gelukt. Dit zijn alle Barbie-spullen. Dan zitten hier ook nog wel onderdelen in van het Barbiehuis en het winkelcentrum. Dus als die weer in het winkelcentrum of het huis zitten, dan moet deze kist ook dicht kunnen. Daar belt nu een beetje uit. Deze hoek is nu zoveel fijner. En nu gaan we lekker pizza maken. Pizza margarita. Nee, jij eet pizza salami en ik eet kip en ananas. Pizza. Altijd. Mama, ik wil niet alleen salami. Oh. En ik maak ze altijd zelf, want ik hou natuurlijk niet van kaas. Dus dan heb ik mijn pizza zonder kaas. Pizza's zijn klaar en gaan lekker de opening. Yay. En de pizza is klaar. Sarah slaapt dus weer. Tijd voor een film. Ik ga even kijken welke we gaan kijken. En ik heb trouwens de hele dag al geen make-up op. Daar had ik best wel zin in. Gewoon even niks op mijn huid. Maar goed, even wat uitzoeken. Want nu is het nog de tijd. Dus nu kan het nog een lange film zijn. Lekker film gekeken. En nu is het laat. Dus ik heb de camera al weer netjes. En ik vind het tijd om naar bed te gaan. Dus, ik wil nog even de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpjes, reacties zijn super welkom. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!